kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummertje 5. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar we afgelopen maandag zijn gebleven. Nu welkom weer helemaal goed, prima, goed, ja, goed. Helemaal goed, prima, ja, goed, prima. Zoals je natuurlijk weet is vandaag aflevering 60. En wat gaan we vandaag doen? We kunnen kiezen uit de L, D, vraagteken... Of, ja, dat was het eigenlijk. Ja. Dus ik denk gewoon dat we hier naartoe gaan. Hier. Ja. Am I still doing the grunt work? Dus dan rijden we even zo. Hoppatee. Gewoon een keer op de weg, waarom ook niet, dat gaat gewoon allemaal. Waarom ook in die? Heb ik de verkeerde gepakt? Nee. Ik heb juist de goede gepakt. Barry die belt mij. Dus ik denk dat hij weer... wat heeft, kijk maar. Maar ja, dat moeten we ook een keertje doen, dat we weer een speciale dag moeten we een keertje doen, een extra aflevering van GTA 5. Dat weer al die strings en freaks mis. Kunnen we ook altijd nog doen net voor de zomerstop. En zo kunnen we ook allemaal nog gaan doen, hè. Maar we gaan nu naar de L. Maar we gaan nu... gewoon iets doen met Franklin. Dat is met die telefoons en zo, dat zijn bijna ook alweer klaar. Ach, wat heeft hij nog altijd die kleren aan? It's me, dog, where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's okay. Done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Go to the console. Okay. Ik denk dat we moeten gaan schieten, denk ik. Sorry. Nou, gaan we dat doen? Is dat ver? Oh, nu is hij er dichtbij. Hier is hoe moeilijk dat is wezen. Die gast moet dit dus omleggen. Cat to the rooftop. Dan ga ik mijn auto aan die kant. Ik denk dat die gast erbij hoorde. Oh.
Oh ja. Any more you bitches wanna get in my way? Where's Enzo? Daar zit er ook iemand. Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to. Oh. Daar zit er ook een. Waar? Oh, daar joh! Kom dan. Volgens mij heb ik hem. Komt een auto aan. This is where it is, buddy. Daar zit er een. En daar zo. Fuck with me, I'll lay all y'all ass down. Ga nu helemaal naar boven. Dat stond al op te wachten op mij. Staan gewoon op te wachten. He's here! Get the... I ain't playing here, where the fuck is Benelli? Ik zag daar wel iemand. Durft nu, ja? How did he even get up here? Damn, how many of these fuckers are there? Someone, help me out here! Yeah. Oeh, dank u. Dan gaan we nu naar de top. Denk ik. Ik hoor ze. Ik hoor een helikopter. Hey. Leuk, de controle is uit.
Is hier de kop? Oh shit! Franklin died, ja. Dat heb ik niet gezien. Ik ging voor die helikopter. Oh shit, there he is! Stay on Enzo! Oké, ik had hem nu. Leave the area. Ja, je bent leuk, jongen. Ik ben van hier. Is die gast bang? Oh, je bent verstoppertjes aan het spelen. En nu is die dood. Waar zit die andere? Oh, daar. Ik moest de area eruit, hè? Hier zit wel allemaal parachutes. Dus je zou zeggen dat je er vanaf kan springen. Gaat hij gewoon helemaal omlaag? Volgens mij gaat hij rechtstreeks omlaag nu. Ja. Waar staat überhaupt mijn auto? Oh, die auto is weg. It's taken care of, but man, that shit went south. I know. We better let this simmer now. Way too much heat. Very nice work, Franklin. Mission pass. Hebben we het goed gedaan? Plus 8000. Yo, what are you calling, man? Give me that car, Carl. Ja. Ik denk dat ik eens even hier naar mijn huis rij. Kijk, vriend, wat me hier fucked. Ze hebben mijn auto gesjoept. Dan gaat die vrijdag even andere kleren aantrekken, want dat ziet er niet uit met welke. Zit dat, daar loopt hij al een paar dagen mee. Ik doe dat nog van die Strings and Freaks in missie. Van Dom, of Dom hoe die ook heet. Zo.
Zo, dan gaan we even wat andere kleding aan trekken. Gewoon normale kleding. Kijk, dit ziet er tenminste wat beter uit, hè? Nou, een prachtig zwembad, hè? Kijk wat we de volgende keer gaan doen. Ja, Franklin die heeft nog een D, een B. En ja. Dat is het eigenlijk. Toch heeft hij er 4. Dus 1, 2, 3. En wat is die vierde? Ik denk dat die vierde ook laat, want het komt altijd 's avonds. Is hier ergens ook vaak een vraagteken. Dus ik denk dat het die zal die af en toe ook moeten. Maar ja, ik ga het in de video's laten. Wij zien elkaar gewoon weer lekker vrijdag weer terug. Dan denk dat we iets met Michael gaan doen. Naar de M of de S. Dan moeten we gaan kijken. Goed, kijk, ik ga het in de video's laten, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!